Welkom bij Studio Team NL. Ja, dit is de dagelijkse talkshow vanuit het Holland Heinekenhuis. En ik heb het al eerder deze week gezegd. Rio is een plek waarbij het weer iedere dag anders kan zijn. Gisteren was het nog ongeveer 40 graden. En nu is het denk ik een graad of 16. Het regent, het is nat, het is koud. We klagen niet, want we zitten in Rio de Janeiro. Maar toch, aan tafel. Een man die gisteren is uitgeschakeld, helaas, bij het schermen, Bas Verweijlen. Hij gaat wel door naar Tokio, heeft hij al aangegeven. Daar ga ik het over hebben. Naast hem zit Bob van Oosterhout. Die gaat ook dood van de kou. Je had het liefst ook zo'n oranje jasje aangehad eigenlijk. Omdat je het koud hebt, denk ik. Het regent wel, maar het is nooit echt koud in Rio. Dus we moeten ook niet zeuren. Zie je? En aan mijn rechterhand zit een man die in Sydney een zilveren medaille wist te veroveren met zijn estafette-team. Johan Kenkhuis volgt het toernooi als geen ander. Is ook gastheer van het Holland Heinekenhuis. En volgt ook onder andere het zwemtoernooi, maar ook veel meer dan dat, denk ik, Johan. Ja, absoluut. Toch? En Anne-Greet Haas die volgt het nieuws. En we hebben meteen mooi nieuws. Want zeker. Brons. Ja joh, de eerste plak is van woensdag is binnen, van deze dag is binnen. En we hopen er natuurlijk nog veel vandaag binnen te krijgen. Maar Anne van der Breggen heeft brons gepakt. Dus ja, hartstikke mooi. Wel ook weer met een beetje een gek randje. Want Ellen van Dijk, die ook zeker goed op weg was, die maakte eigenlijk een hele gekke stuurfout. Ik heb het net ook even met Leo van Vliet over gehad. Want als je het ziet, dan denk je, wat gebeurt er eigenlijk? Maar hij heeft daar ook gefietst. Hij zegt, de weg is daar zo schuin. Als je maar heel even een gekke iets met je stuur doet, dan vlieg je gelijk eigenlijk die berm in. Dus ja, dat gebeurde ook bij haar. En Bob liet net ook al wat beelden zien dat zij wel echt aangedaan is. Bijna vanuit stilstand, hè? Ja, het ziet er heel gek uit. Ja, absoluut. Maar ja. Maar toch, het is een bronzen medaille vanavond in het Holland Heinekenhuis. Een huldiging, zowel voor de gouden medaille van de wegwedstrijd als voor de bronzen medaille van vandaag. Ja. Jury van Gelder. Ik neem je eerst nog even mee naar iets anders. Dat is de medailletaxi. Dat is waar. Want dat is een nieuw concept, hè, vanuit NOC-NSF. Ze halen elke keer de winnaars halen ze op vanaf hun plek waar ze op dat moment zijn. Zetten ze in een oud Volkswagenbusje. Die is helemaal oranje gemaakt. Een oud Volkswagenbusje? Ja, echt zo'n retro Volkswagenbusje. Retro, dat is beter. Ja, retro. Ja, oké. Okay. Ook best wel oud eigenlijk gewoon. Met mooie oranje gordijntjes. En daar zetten ze dan de sporten in samen met Viggo Waas en Peter Heerschop. En ik heb even een kleine indicatie hoe dat eruit zag. Want gisteren waren ze op weg hier naartoe voor de huldiging van Annika van Emden. En toen kwamen ze onderweg ook nog even Paul de Leeuw tegen. En die kwam, zag het busje rijden. Die is van zijn terras, heeft hij een sprint getrokken. En heeft de bus tegengehouden, helemaal oponthoud op de weg om vervolgens Annika even te feliciteren. Dat zag er zo uit. Ja! Paul! Wel mooi, 5 mannen, 1 vrouw. En ja, die 3 mannen waren Kees Jansma, Paul de Leeuw en zijn man, Stefan. Ja, ja. Dat is mooi. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als Henk Gol of zo daar tussenin moet gaan zitten, tussen die twee heren. Want het is, ik heb het busje even gezien, het is echt heel klein. Heel dus, klein. Ja. En al helemaal als er meerdere winnaars. Ja. Dat kan ook nog. Dat wordt al helemaal een leuk gezicht. Dan de Jury van Gelder. Dan Jury van Gelder, ja. Want dat gaat natuurlijk maar door en door. Iedereen wil eigenlijk continu updates. Volgens mij is Nederland er vooral ook heel erg mee bezig. Hij heeft zich, gaat zich nu beraden om een gang naar de rechter. Om alsnog aan de toestelfinale mee te kunnen dat doen. Dat zal een kort geding moeten zijn. Ja, hij heeft de advocaat in hand genomen. Cor Hellingman, die doet nu ook het woord. Jury heeft gevraagd om complete rust om zich te focussen. Om dus nog eventueel die finale te kunnen halen. Uiteraard worden er heel veel andere advocaten nu gevraagd wat zijn de kansen. En er zijn toch wel veel die zeggen ja, dat die reglementen wel wat ruimte bieden voor hem om toch nog terug te kunnen komen. Reglementen bieden altijd ruimte als je de feiten en de omstandigheden van het geval niet kent. Nee, ik zeg alleen maar wat de advocaten zeggen. Ja, nee. Nou, en ik denk dat een kort gedingrechter dat over het algemeen, die zal niet zo inhoudelijk toetsen. Omdat er een gespecialiseerde bond bij betrokken is. En als er een gespecialiseerde bond bij betrokken is, dan zullen ze zich altijd verschuilen achter dat gespecialiseerde oordeel. Ja. En als je een beter oordeel wil hebben, dan moet je een bodemprocedure aanstaan. En daar ben je te laat voor. Het begint volgens mij bij het gedrag. Ja, dat maar denk goed. Ik, ja. Mag ik daar ook nog even iets op zeggen? Want ik storm er enorm aan. We leven in een tijd waarin qua communicatie
alles nu, real-time, direct moet gebeuren en open moet gebeuren. En inmiddels is werkelijk heel Nederland losgegaan. Iedereen heeft een mening, iedereen knalt er theorieën uit, er wordt gespeculeerd van hier tot aan de Olympus. Maar het wordt toch gewoon tijd dat alle partijen open kaart spelen en aangeven wat er nou exact allemaal gebeurd is. Dan is ook meteen die hele discussie, denk ik, van een heel ander niveau. Johan, jij wilt ook wat zeggen? Ja, ik ben wel mee eens. Ik denk wel dat op zich het nieuws is dat als jury weer mee wil doen, dat er in ieder geval niet meer is gebeurd dan alleen alcoholgebruik. Want als je vervolgens weer meedoet in competitie en er is drugs in het spel en je wordt gecontroleerd, dan ben je nog veel verder van huis. Dus dat zou op zich uitgesloten zijn, denk ik. Maar weten we nog niet, hè? Weten we niet, maar als hij stap onderneemt om toch mee te doen en je hebt drugs genomen, dat blijft natuurlijk vindbaar in je urine en in je bloed. Ja, in je dan zou je niet, maar heb jij dit niet gehoord, meer. Johan? Nee, maar dat is puur op basis van dit feit. Als hij stap onderneemt, dan denk ik, nou ja, dan is alcohol is toegestaan, maar drugs niet. En drugs blijft heel lang in je bloed en in je urine zitten. Ik heb nooit drugs gebruikt, maar als dat zo het geval was, dan zou ik niet nog een keer naar Rio gaan. Weer meedoen en vervolgens gecontroleerd worden en dan nog een keer een positieve test. Ja, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, zijn vader roept nu in de Telegraaf, want het is een storm in een glas water en er is niets aan de hand en dat vindt Jury ook. Maar als ik Olympisch atleet ben en ik heb een finale in vooruitzicht en op basis van een stormpje in een glas water word ik naar huis gestuurd, dan schreeuw ik moord en brand en dan beleg ik zelf een persconferentie op het vliegveld. Dan laat ik hem niet zomaar wegsturen, lijkt me. Bas, hoe kijk jij er tegenaan als lid van Team NL nu? Ja, ik denk dat er alleen maar verliezers zijn. Weet je. Dit is zo'n vervelend verhaal. Zeker ook voor de sporters die nog moeten presteren. Die bijvoorbeeld s'avonds naar het Holland Heinekenhuis willen. Want die worden nou extra goed gecontroleerd. Maar weet je, NOC-NSF en de KNGU die neemt zo'n enorm drastische maatregel of zo'n straf niet zomaar. Dus daar hebben ze echt wel goede redenen voor. Dus ik ben bang dat Jury niet meer terug gaat komen in Brazilië. Obama's. Ja, daar wil ik toch even mee eindigen. Want wij hebben wel een gemeenschappelijke liefde volgens mij voor de Amerikaanse sporten en ook wel de Amerikaanse cultuur. En de Obama's. We gaan het hebben over Michael Phelps straks onder andere. Ja, precies. Ook zeker dat. En de Obama's die hebben met z'n tweeën een quizje opgenomen om elkaar te overhollen over hun Olympische hoogtepunten en waar ze het liefst naar uitkijken. En ik vond het weer zo geinig gedaan dat ik dacht, ik laat je toch eventjes een klein stukje ervan zien. What's your favorite Olympic sport to watch? See, you mentioned the old gymnastics, yeah, which I find spectacular, because mm-hmm. anything involving your looking head pointing down is not something I do. But it's too tense. You get too tense. She's going to fall. It makes me too tense. Zo leuk dat ze dat überhaupt doen, toch? Ja, het is toch fantastisch dat ze zo met z'n tweeën gaan staan en Maar luister, Mark Rutte is hier, hij niet, hè? Dat is waar. Hey. Ik zeg het alleen maar. Ik zeg het alleen maar. Dankjewel. Anne-Greet Haars, morgen meer. Bas Verwijlen, straks komt je vader ook aan tafel. Anne-Greet gaat van tafel en je vader, je coach ook komt erbij. Vol verwachting natuurlijk ook hier naartoe gaan, zoals je het altijd doet. Hoe is het vandaag? Ja, lastig. Ik heb eigenlijk niet echt geslapen vannacht. En nog steeds wel moe en leeg en teleurgesteld natuurlijk. Maar ik heb heel veel steun gehad vanuit Nederland en vanuit vrienden en familie die mee zijn gereisd. Maar het is verschrikkelijk balen. Je van tevoren gaan natuurlijk 100.000 scenario's door je hoofd heen. En helaas ook deze. En dat is gewoon verschrikkelijk balen. En als jij niet kan slapen, is dat omdat je dan, je maalt natuurlijk. Ja. Maar analyseer je dan nog? Ja, of baal je alleen maar? 100.000 keer. Ik ben wel iemand die wil weten wat er fout is gegaan. En ik denk dat het keerpunt bij deze partij op 9-9 lag. Waarbij ik het verkeerde moment koos twee keer. En toen clichématig achter de feiten aanliep. En daar baal ik van. Weet je, het is geen schande om van deze gast te verliezen. Ex-wereldkampioen. En bij ons kunnen er zoveel een medaille winnen. Het ligt zo dicht bij elkaar. Afdijef. Maar dat maakt het niet minder vervelend, want dit is gewoon het ultieme toernooi voor een schermer om iets moois te laten zien. En mijn doelstelling was mijn beste schermen te laten zien en dat is niet gelukt en daar baal ik nog het meeste van. Je hebt zelf gezegd, de Olympische Spelen en ik zijn geen vrienden. Is dat een zin waarmee je bedoelt, we zijn geen vrienden, we moeten maar als vrienden uit elkaar gaan? Of is het een stimulans op weg naar Tokio? Nou, gisteren waren de Olympische Spelen en ik geen vrienden. Maar weet je, van elke verliespartij, daar word ik alleen maar sterker van. En zoiets als gisteren, dat wil ik nooit meer meemaken. Dus
Kijk, nu overheerst de teleurstelling, maar ik denk dat het over een paar weken, als ik weer begin met trainen, alleen maar motiverend gaat werken. Weet je, en dit wil ik gewoon nooit meer meemaken, dus ik wil in Tokio dadelijk gewoon sterker staan dan ooit. Ik kan dat, want schermen is ook een hele fysieke sport natuurlijk, hè? Je wordt niet jonger. Je spieren worden stroever, je uithoudingsvermogen wordt minder. Ja, kijk, in Nederland hebben we, noem ik altijd maar... Ik praat uit ervaring. Ja. Ik heb mij ook een paar keer aan, dat vond ik raar. Nou, kijk, in Nederland hebben we altijd een beetje te maken met de voetbalstandaardleeftijd. Als je dan 32 bent, dan beginnen mensen altijd te denken van oeh. Terwijl er hier vuilnisbakken in de lucht gaan. Ondertussen beginnen hier dingen om te waaien. Dat zijn we gewend, Bas. Daar komt hier van alles over tafel. Ja. Dus gewoon doorgaan. Maar weet je wel, de voetballeeftijd van 32, nou dan moet je en binnen zijn en fysiek wordt het dan lastig. Met de schermen, tuurlijk, fysiek voel ik ook al dat ik geen 18 meer ben. Maar de regerend wereldkampioen bij ons, een Hongaar, die is 42. Die heeft gisteren de Olympische titel verspeeld in de finale. Dus wat dat betreft, qua leeftijd bij het schermen ben ik gemiddeld. Dus, nog een broekje? Nou, dat niet, maar fysiek en qua leeftijd zou ik Tokio nog makkelijk moeten aankunnen. Ja. Je vader, Roel, en coach is nog even hier. Vandaag vertrek je alweer naar Nederland. Ja. Jullie hebben een hele hobbelige voorbereiding gehad. Wel of geen ondersteuning van NOC NSF op weg hier naartoe. Wel of geen begeleiding van jou als coach. Hoe kijk je daarop terug? Nou, daar kijk ik eigenlijk met een heel goed gevoel op terug. We hebben toen een keuze gemaakt, we hebben de knoop doorgehakt. Omdat we zagen dat de samenwerking met de bondscoach niet werkte. En dat is een moeilijke, maar een heel moedige keuze geweest. Want we kwamen ook zonder middelen te zitten. We hadden geen geld voor wedstrijdprogramma, geen geld voor het trainingsprogramma. Dus we moesten alles zelf bekostigen. Met een paar kleine sponsoren wel die meededen. Maar we hebben reizen naar Barcelona, naar Buenos Aires, naar Vancouver. Moet je allemaal zelf betalen? Dat hebben we allemaal zelf moeten betalen. Het enige voordeel is dat hij een hele goedkope coach had. Dus dat is de redding een beetje geweest in de begroting. Maar ja, het is wel een moeilijke rit naar deze speler geweest, maar wel die voldoening geeft. Wat mij echt verschrikkelijk lijkt, kijk, sowieso als je een sport verliest, is sowieso verschrikkelijk. Maar als je zo'n moeilijke weg, financieel, begeleiding, ook nog eens met je zoon hebt. En dan zit je te kijken gisteren en dan zie je het misgaan. In de eerste... Ja, dat is... Wat zegt een coach dan? Of een vader? Wie praat eerst trouwens? De coach of de vader? Eerste coach en achteraf... Wat zegt de coach dan? Ja, als een coach is natuurlijk heel erg teleurgesteld. Ik heb echt goed mijn huiswerk gedaan. Ik heb veel partijen van zijn tegenstander gezien. Ik wist ook de ervaring van de laatste ontmoeting, waar hij net met 15-14 won, dat het een hele moeilijke partij was. Dus we waren goed voorbereid, we hadden alle tactische varianten doorgenomen. Maar ja, een paar inschattingsfoutjes, dan is het gauw 2-3 treffers achter en dan loop je achter de feiten aan. En dat is, op 9-9 is het heel moeilijk nog in te halen. En dan is het extra zuur, dat je had natuurlijk zo'n moeizame weg graag willen belonen met een mooie prestatie. Maar als jullie zeggen allebei, hè, het woord inschattingsfout, is dat een mentale kwaliteit vooral? Want fysieke kwaliteit, dat kan je weet wat je kan. Maar is dat puur het geduld hebben voor wanneer je wel of niet aanvalt of wanneer je wel of niet wil stoten? Nee, dit is echt een gevoelskwestie. Je moet aanvoelen wanneer je tegenstander op dat moment net naar voren stapt. Want als iemand nog in de lucht is met het naar voren stappen, op dit moment kan hij niet meer terug. Nou, dat gevoel op 9-9, dat schat ik verkeerd in. Dus hij deed net als hij naar voren kwam, waardoor ik erin ging. En dus kan je... En uiteindelijk ging hij naar achter en stak hij voor, omdat ik voor een lage aanval koos. Tot twee keer toe, maar dat was wel de actie waarmee ik hem zou pakken. Waar ik hem in het begin bijvoorbeeld mee op zijn voet raakte. Maar ja, als je dan twee keer net even ernaast zit, ja, dan loop je twee treffers op en dan moet je nog meer risico gaan nemen. En dan wordt het heel moeilijk. Het is heel vers, hè? En Tokio is nog heel ver ook. Maar heb je al een idee in je hoofd? Want als je het zelf moet financieren, ik weet niet of jullie het nog steeds kunnen permitteren tot met Tokio. Of dat je een sponsor zoekt of wat dan ook. Hoe ga je dat doen op weg naar Tokio? Nou, voorafgaand aan deze spelen heb ik er wel een beetje over nagedacht. Maar ik heb echt alles gericht op gisteren, vooral die eerste partij en op mijn taak, hoe die eerste treffers te maken. Dus hoe dat eruit gaat zien, weet je, helaas is het financiële gedeelte gewoon heel erg belangrijk. Want het kost gewoon geld. Wat deed je kwijt per jaar?
Nou ja, in de periode dat ik veel zelf moest doen met behulp van sponsoren. Ja, ik denk dat het mezelf toch wel een kleine 30.000 euro heeft gekost. Ja, kijk, en dat zou ik misschien nog één jaar kunnen volhouden, maar dan is mijn spaargeld weg en dan houdt het op. En dat duurt 4 jaar dus spelen. Dus, Even een kopje pomp drinken. Ja. Dat is de beste sportmarkt hier van Nederland. En die vindt zo'n sponsor voor je, die kan in elke sport een mooi selling point vinden, toch Bob? Nou, Bas is, moet toch lukken? Bas is vriend van het huis. We spreken elkaar al heel vaak. We hebben zo links en rechts, maar volgens mij was dat ook al rond Londen, hebben wij wat bedrijven aan Bas kunnen koppelen, ook nu richting Rio. Maar het zou natuurlijk mooi zijn wanneer je één partij hebt die meteen zegt van wij worden een hoofdsponsor en wij doen het voor 4 jaar. Want we hebben toch te maken gehad ook de afgelopen jaren Bas hè, met merken die pas op het moment dat de speler aankomen wakker schieten. Dan denken van oh we moeten nog een soort van team ons merk hebben. We leggen 4 topsporters vast, daar gaan we even fors mee communiceren en direct na de spelen kakt het ook weer helemaal in. Ja dat is eigenlijk niet de essentie van sponsoring, maar daar hebben meer atleten mee te maken. Ja. Wat is jouw coachstijl eigenlijk Roel? Mijn coachstijl is vrij rustig, af en toe een beetje te rustig naar Bas' zin. Die is wat extraverter en wat explosiever en wat meer ook wat agressiever. En ik denk dat ik een goede tegenpool ben om daar juist een rustige coachstijl tegenover te zetten. Natuurlijk van binnen ben ik ook opgewonden, zeker omdat het je zoon betreft, maar ik probeer naar buiten uit wel rust uit te stralen. En wat wil je zien van je sporters, behalve winst? Met name de weg naar die winst. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar hoe jij dat het liefst ziet bij PPV. Nou ja, het liefst vind ik dat een sporter de basis op te lopen. Hij moet zelf kansen creëren door zijn tegenstander onder druk te zetten. Of juist de tegenstander het idee te geven dat hij zelf drukt, maar dan meetrekt. Dan is het toch zijn wil die hij oplegt. En vanuit die wil die hij oplegt kun je wat wij dan noemen een tweede intentieactie maken. Dus niet de eerste bedoeling is om te raken, maar de eerste bedoeling is om een reactie bij je tegenstander uit te lokken. Een vooractie? En daarmee, ja, en daarmee moet jij dus je tegenactie klaar hebben. Dus dan wordt het ook geen reactiespel, maar dan wordt het een soort spel met voorbedachte raden. Maar dit is een sport waar je, kijk bij zwemmen kan je ook eindeloos over blijven praten, maar uiteindelijk gaat het om je tijd. Toch? Ja, het is heel simpel. Het is je tijd, het is je split, het is je slag, tuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat bij jullie het is een soort schaken, een soort dammen, waar je niet uitgesproken over raakt over überhaupt wat je moet doen. Ja. Nog voordat je aan de sport begint. Ja, ze noemen het ook wel eens schaken met 200 km per uur. En elk land, dat is wel mooi, elk land heeft zijn eigen techniek en tactiek. En wij praten bijvoorbeeld ook niet over aanvallen en verdedigen. Wij praten over druk zetten en tweede intentiescherm bijvoorbeeld, of derde intentie. En ja, bij ons is de tactiek heel erg belangrijk, want zeker hier op de Spelen, iedereen is fysiek goed. Weet je, al die basisfacetten die zijn aanwezig, maar het is vooral mentaal en tactisch is het ontzettend belangrijk dat allemaal goed zit. Ben je wel eens bij een schermwedstrijd geweest? Ik ben niet bij een, ik heb wel geschermd, ik heb nog tegen jou geschermd trouwens ook nog. Ik ben een wedstrijd alleen op TV gezien. 4 jaar geleden in Londen geweest en ik wist eigenlijk niet wat ik zag. Enorm het gaat heel snel, dus het is heel moeilijk om te volgen als je er geen verstand van hebt. Explosief. Maar het spektakel, maar ook het drama eromheen en de ontladingen ook in die helmen vliegen af. En het is natuurlijk ook indruk maken op elkaar en op de jury volgens mij. Ja, en het is zoveel meer dan alleen dat tactische. Het is, als je daar zit op de tribune, het is fenomenaal, fantastisch. Het is heel erg jammer dat het gewoon in Nederland en in België vrij onbekend is. Maar ik scherm bijvoorbeeld zelf een competitie in Frankrijk. En als je ziet hoe daar de sport wordt beleefd, weet je, daar gaat gewoon een bus fans mee van onze club uit Noord-Frankrijk als we tegen een club uit Parijs moeten. Ja. In Nederland betaal ik gewoon netjes elke maand 35 euro contributie bij mijn club. Ja. En om in Frankrijk krijg ik een redelijke vergoeding om voor hun te schermen. Ja. Dus dat is, Maar ja, ook dit is een sport die moet worden afgestoft. Hè? Andere omgeving, andere locaties. Kijk naar de kleding die jullie allemaal hebben. Hè. Dat lijkt ook al 80 jaar hetzelfde te zijn. Nou ja, op afstand lijkt dat allemaal hetzelfde te zijn. Maar doe daar iets mee. Ja, ze zijn nou ja, ik denk dat de schermen heel erg aan het innoveren is. Je hebt bijvoorbeeld nu maskers met kleurtjes. De pakken worden steeds dunner, steeds meer ademend. Ze zijn altijd aan het kijken hoe ze, bijvoorbeeld de passiviteitsregel is nou toegepast. Want vroeger had je partijen, er stonden 3 minuten, gebeurde er niks.
Nou, dat was verschrikkelijk voor het publiek. En nou heb je na 1 minuut, net zoals met judo, dat je een soort tijdstraf krijgt. Dan ga je zonder pauze door. Dus er zijn wel hier en daar... innovaties. Ja, zeker. Ja. Nou, dus laten we hopen dat je op weg naar Tokio een wat makkelijkere weg hebt. Een mooiere weg. Prettige reis terug naar Nederland straks. En jij succes de komende 4 jaar weer. Dankjewel. Ik hoop je in Tokio te zien, Bas. Ik hoop jou ook. Ja, wie je misschien ook in Tokio ziet, maar in ieder geval nu hier al heel goed presteert. Althans, vooralsnog. Ze staat 4e tot nu toe, is Lilian de Geus. Dat is windsurfster. En onze reportage, die ging eens kijken bij de familie van mevrouw de Geus. En? Hoe gaat het? We zijn hier op het strand. Ik kijk nu eigenlijk naar mijn zusje, tweelingzusje. Het ligt niet zo heel ver voor. Ze is druk bezig met de spelen, dus ze kan niet heel dicht bij haar in de buurt komen. Maar ja, ik ben wel echt super blij dat ik hier ben om haar aan te moedigen. Ze heeft de eerste race goed gedaan, want ze was 3e geworden. Super spannend om te kijken. Dit is wel echt haar windje, dus ik denk dat ze een goede races neer gaat zetten. Ik leef ook echt helemaal mee, want als ze een slechte wedstrijd heeft, dan ben ik ook best wel down. En als ze een goede wedstrijd heeft, dan ben ik echt blij voor haar. Hier Lilian de Geus van de Netherlands in 3rd position. Ze staat nu 3rd, maar ze staat heel dicht op de Rus. Dus ik denk dat ze die nog wel gaat inhalen. Not far away in 2nd. Ze gaat zo finishen, dus nu is eigenlijk wel een spannend moment. Dus, Ze is 3rd geworden. Dus ja, dat is goed. We gaan ons zo klaarmaken voor de laatste wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe die wedstrijd gaat. En de first position as it stands, heading out. Het ligt nu 5e, maar dat kan echt nog veranderen. Dus, ja, het ligt allemaal super dicht op elkaar. Je kan niks doen. Dus. De laatste race was ietsjes minder, maar ook nog top 10. Dus ja, dat is wel goed. Het blijft echt super spannend. Ja, de familie van windsurfers Lilian de Geus staat dus 4e tot nu toe. Doreen van Rijsbergen staat 2e. En we weten niet precies wanneer het doorgaat, want vandaag is al het roeien is uitgesteld vanwege het weer. Kijk, het waait heel hard hier, iets te hard. Ondertussen, terwijl we dit programma opnemen, dat weten we, elke dag nemen we het op, heeft Kim Polling al op de mat gestaan en ze heeft verloren. Het ging in de golden score en ze, ja, we zagen het net gebeuren, het is gewoon klaar voor Kim Polling. Bob van Oosterhout, keuzes die je hier hebt aan de overmaat aan informatie die ja, je hebt. Het is niet makkelijk hè, om elke dag hier met goede nieuwsonderwerpen te komen, want veel keuzemogelijkheden inderdaad. We hebben het net even gehad over Bas Verwijlen en zijn financiële, commerciële situatie. Bas heeft hard moeten klokken, niet alleen sportief, maar ook commercieel. Ik denk dat het voor jou financieel destijds niet anders was. Hè. Het zal geen vetpot zijn geweest, nee. Je wordt er niet ontzettend rijk mee. Nee. Nou heeft Forbes een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de gemiddelde Amerikaanse atleet op $15.000 per jaar moet leven. Dus $15.000 per jaar verdient met zijn sport of haar sport. Nou, er is natuurlijk het een en ander veranderd. Vanaf 86 zijn professionele atleten toegelaten tot de Olympische Spelen. En dat heeft ertoe geleid dat we ook natuurlijk een aantal grootverdienende kanonnen onder ons hebben hier in Rio. Er zijn er 2, Kevin Durant, de basketballer van het team USA. En Novak Djokovic, die verdienen $150.000 per dag. En er zijn 14 atleten op de Spelen die meer dan $18 miljoen per jaar verdienen. Daarvoor kan jij tot 2050 blijven trainen, Bas. Misschien kun je er een aanspreken in het Olympisch dorp en zeggen van ik heb een mooie deal voor je. Hey, Novak. Yeah. Maar Kevin Durant, $56.2 miljoen per jaar. Djokovic, 55,8. Rafael Nadal en Neymar verdienen allebei $37.5 miljoen. En dan heb je Usain Bolt nog met $32.5 miljoen. Dus ja, verschil moet er zijn, zou ik bijna willen zeggen. Maar je wint er geen medaille extra aan, kan ik je vertellen. Nee, maar het wordt een stukje makkelijker natuurlijk, hè? Faciliteiten. Ja, is zo. Ja. Het zijn toevallig wel allemaal mensen die medailles winnen. Dus dat is... Ja, oké. Okay. Nou, voor ons verder zijn de spelen vaak atletiek, zwemmen, volleybal, wielrennen, judo, schermen. Maar, Umberto, en dan kijk ik ook even naar jou, weet jij dat er vroeger, en dan praat ik over rond 1900 de jaarwisseling, dat er allerlei sporten waren waar wij werkelijk nu om zouden lachen en nog nooit van gehoord hebben op de Olympische Spelen. Oh, no. Wat te denken van stortduiken?
Stortduiken? Ja, je had in 1912 stortduiken. Wat is dat? En dat was vanaf 45 centimeter hoogte zo ver mogelijk in het water proberen te springen. Ja, het is echt waar. Ik heb er beelden van geprobeerd op te zoeken. Maar we zijn er nog niet. Wat dacht je van kegelzwaaien? Ja, ja, officieel onderdeel. Touwtrekken, nou daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Speciaal voor Johan Kenkhuis. Dat vind ik wel leuk, touwtrekken trouwens. Dat lijkt me ook hartstikke leuk. Ja, lijkt me ook leuk om naar te kijken trouwens. Ja. Speciaal voor Johan Kenkhuis, zwemmen met hindernisbaan. Dus het water in en vervolgens ook allerlei obstakels overheen en onderdoor en achterlangs. Zo'n eigenlijk heel bijzonder. Ja, sterrenslag. Maar dit is wel de allermooiste. Duiven schieten. En dan hoor ik ook denken, ja, dan heb je een kleiduiven schieten. Nee, duiven schieten. Maar dus, echte duiven? Woehoe, echte lucht in en vol knallen. Dat gebeurde gewoon echt rond 1900. Ja. Hey, je hebt er nog eentje. Ik had meegedaan aan een sportquiz. En Pierre de Coubertin die heeft een gouden medaille gehaald, volgens mij in 1920, in de discipline literatuur. Literatuur? Ja. Ik zei ook, die quiz is helemaal gek. Maar ik had een fout natuurlijk. Maar dat schijnt ook een discipline te zijn geweest. Het is misschien, het is misschien wel een mooie oproep voor onze kijkers van de Studio Team NL. Welke sporten? Welke vergeten sporten zouden misschien weer terug moeten op de Olympische kalender? Gewoon een vraag. Ik ben benieuwd. Wat sport er nog meer? Literatuur is er dus eentje. Wellicht moet die terug. Ik denk het niet. Lijkt me heel saai. Maar dat Bob, je nog meer? Of, nou, een hele korte. Ja? Er is een nieuwe trend op dit moment onder de merkensponsors. En dat heet camouflaging. En camouflaging, dat is het fenomeen waarbij sporters, atleten, al hun schoenen helemaal aan het bestikkeren, afplakken of beschilderen zijn. Oh? Om geen merken te laten zien. Nou ja, dat kan twee redenen hebben natuurlijk. A. Omdat je op schoenen loopt van de concurrent. Dus stel je hebt een contract met Nike en je vindt Adidas. Met Essex. Met Essex. En met Essex. Met Essex. Maar je vindt een ander merk beter lopen. Ja, dan wordt dat toch even allemaal gecamoufleerd. Ja. Of ze worden helemaal niet gesponsord door een merk en gunnen daarom het merk de exposure niet. Maar nou, ik ga het zelfs zover dat er merken zijn, zoals in dit geval Nike, die speciale sleeves hebben ontwikkeld. Die atleten over hun concurrerende schoenen heen aan kunnen trekken, zodat het een Nike-schoen lijkt. Om even aan te geven dat er ook commercieel gezien tot op ieder detail gekeken wordt hoe je uiting kunt krijgen. Ja, gisteren bij mij werd er bijvoorbeeld een logo afgeplakt, omdat je ook maar per tenue mag je maar 3 of 4 merklogo's zichtbaar hebben. Dus bij mij werden er 2 afgeplakt. Dus ja, dat kan ook een reden zijn. Ongelooflijk. Ja. Bij zwemmen is dat heel makkelijk, want dan heb je een heel klein broekje, dus het is maar 1 logo. En dat is op zich een Johan Kerkhuis, in deze periode word je natuurlijk altijd gevraagd naar je Olympische ervaringen. Ja. Je zat nog in Reunie. Prachtig programma trouwens, waarin jij vertelde. Hoe ervaar je het hier nu, in jouw rol als gastheer? Heel anders, omdat ik natuurlijk wel meer hier in het Holland Heinekenhuis ben dan op de sportvelden. 4 jaar geleden was ik nog voor de NOS en kon ik met een mooie accreditatie alle sporten bekijken. Maar ik doe het zoveel mogelijk en ik vind het heel mooi om nu ook een keer meer de fankant van de Spelen mee te maken. En dat bevalt je daaraan? Nou ja, je bent in het Heinekenhuis natuurlijk geweest voor de huldigingen en het feest, het grote feest. En dat is de herinnering. Maar als je hier overdag rondloopt en echt de mensen die sport kijken, sport beleven. En ook de ontmoetingen weer hier tussen sporters en familie, dat maak je veel dichterbij. En dat zijn hele mooie momenten. Nou zit je natuurlijk met bijzonder interesse ook voor de Nederlandse zwemmers en zwemsters. Ja. Die ken je ook goed. Dat valt heel erg tegen tot nu toe. Eigenlijk op één bijna zekere medaille, dat kan je wel zeggen, met 4x100 van de vrouwen. Of niet? Nou, die was zeker is heel moeilijk in het zwemmen. Het is gewoon altijd een heel sterk veld, vooral op dat soort nummers. Ik wist wel bij de series, bij de voorrondes, dat er werden geen supertijden gezwommen. En dat zijn wel dames die, we hebben niet meer, zoals in het verleden nog wel eens, hadden we 2 of 3 zwemmers, konden we wisselen. S'avonds hadden we soms, we hebben wel eens een keer gehad bij de mannen zelfs, op de 400 wisselslag, 's ochtends een hele andere ploeg dan 's avonds. Ja, dat waren echt de luxe tijden eigenlijk. En dat is nu minder. Dat was niet goed. Eigenlijk de enige waar ik nu hoop op heb is de 50 meter van Ranomi. Vandaag komt ze in actie op de 100 meter. Femke Heemskerk ook. Ja, maar Femke is echt niet in vorm. Hoe komt dat? Want het is echt niet in vorm. Nee, ze heeft vorig jaar een alles of niets beslissing genomen om een nieuw programma te gaan draaien. Een omstreden programma van Philippe Lucas in Frankrijk. Hij heeft 2 Olympische kampioenen voortgebracht op die 200 meter vrije slag bij de dames. Dus hij kan wel wat, maar het slaat niet altijd bij iedereen aan. En Femke die voelde, ik moet dat doen.
Hier blijven was geen optie in Nederland. Haar coach Marcel, die koos Wouda, die koos echt voor het openwaterzwemmen. Alles of niets. Het zou goud opleveren, het zou niets opleveren. En dat wist ze. Ze is gewoon nu niet in vorm. Het slaat niet aan het programma. Weet je wat het specifiek is van die methode? Is het heel fysiek of is het heel... Het is heel fysiek, het is heel een grote omvang, heel veel kilometers. Ze moet wel eens 10 kilometer of 12 kilometer in de training. Nou, ik heb één keer een training van 8 kilometer gedaan toen ik nog 200 meter zwom. Dus het is veel zwaarder, het is een enorme belasting. Daar is ze wel heel goed doorheen gegaan. En voor haarzelf, ik heb er nu ook gesproken, ze zegt ja, ik heb er wel echt alles aan gedaan. En ik heb een risico genomen. En dat vind ik best bewonderingswaardig. Maar het levert helaas niks op. En dat is heel jammer. En als je kijkt naar Ranomi en haar tijden in de estafette, heb je het gevoel dat Ranomi op de goede weg is? Ik denk dat ze in vorm is. De 100 meter, ja, dat vereist toch wel een heel lang programma van een aantal jaren. Ze heeft natuurlijk de eerste 3 jaar heeft ze toch best wel wat ups en downs gehad. Ook wel motivatieproblemen, coachwissels. Dat stoort wel. En helemaal omdat je de concurrentie is moordend op de 100 meter. Vanuit Australië al twee zusjes Campbell, die al snellere tijden hebben staan dan Ranomi ooit heeft gezongen. Dit jaar ook, hè. Sarah Sjöström op de 100 meter. Op de 100 meter. Ja, Sarah Sjöström heeft wereldrecord op de 100 vlinder. Werd gisteren in een fantastische tijd achter Katie Ledecky haalde ze het zilver op de 200 meter. Die is in absolute bloedvorm. Dus dat wordt heel, heel, heel erg moeilijk. En dan heb je er nog 5. Op de 50 meter, daar is Ranomi gewoon echt de koningin, ja, nog steeds. Daar is ze de koningin, maar ook daar, dat is dan weer een loterij, als het ware, zoals ze het zeggen. Dat is niet helemaal zo. Nooit een zekere medaille. Kan niet. Oh, Tom Dumoulin die start ondertussen in de tijdrit. En daarom zijn de Nederlanders hier in het Holland-Heinekenhuis meteen zo euforisch. Als dit wordt uitgezonden, dan weten we de uitslag al waarschijnlijk van Tom Dumoulin. Laten we hopen dat hij dan een medaille heeft. En dat hij zich kan voegen bij Anne van der Breggen, die goud en brons heeft gewonnen. Een man die 21 keer goud heeft. Michael Phelps. Ik heb gisteravond zitten kijken. Ik was erbij. Waanzinnig. Ja. Die man is onvoorstelbaar. Hoe? Dat is, nou ja, dat is de eens in de zoveel tijd. Michael Phelps hebben we natuurlijk nooit gezien. Maar als je het allemaal bekijkt, als je ziet hoe hij fysiek in elkaar zit. Met dat lange lijf, bovenlichaam, die flexibele heupen, benen, die hele lange armen. Enorme lange armen. Als je hem ook voorbij ziet lopen op de kant, denk je echt van duik alsjeblieft het water in en lopen. Dat is helemaal niet aan hem besteed. En dan vervolgens ook een mentale. Er zit denk ik wel ergens iets los waardoor hij heeft een enorme drang om zijn doelen te halen. Niet om zichzelf te bewijzen, maar hij heeft altijd, ik stel een doel. En dan gaat hij ervoor tot hij dat doel heeft bereikt. Dus weet je, en dan ook nog uit een land waar zwemmen gewoon ook nog eens enorm populair is in Amerika. Niet zo populair als sommige andere sporten, maar hij is daar echt wel een grote held. Nou, kijk, bij zwemmen wordt ook wel eens gezegd, hè, ja, maar dan kan je zoveel medailles halen. Is niet eerlijk door al die afstanden. Ik vind ook, je moet niet met elkaar vergelijken. Nee, maar ik zou er één kunnen halen. Ja, nee, jij zou dus... Maar gisteren, ik geef je maar te doen dat je 2 afstanden moet zwemmen, ja. Kort na elkaar. Ja. En allebei weet te winnen. En allebei ga je ver de verzuring in. Ja. En dat je een uurtje pauze hebt en daarna ga je weer zwemmen en je hebt er weer één. Ja, ja. Ja, dat is wat er gebeurt met hem. Ja, kun je nagaan dat hij het een keer 8 keer heeft gedaan in Beijing. Ik zag in de Braziliaanse krant staan Michael Phelps 21, Brazil 24. Brazilië schijnt in de hele geschiedenis 24 gouden medailles, ja, op allerlei disciplines gewonnen te hebben. Dus hij heeft er gewoon bijna net zoveel als een heel land in de hele geschiedenis bij elkaar. Ja. Ja. Bizar, bizar. Ja. Maar een hele mooie sport. Ga je nog dingen zien of blijf je vooral hier? Morgen ga ik naar judo. Ik ga samen met Edith Bos, want ik begrijp dus heel veel van judo. Dus die zit naast mij en die legt mij van alles uit. Dus dat verheugt me heel erg op. Ik vind het een ontzettend spannende sport. En daarna weer naar het zwemmen in de 100 meter finale van Ranomi. Wil ik natuurlijk wel zien. Ja. Dat sowieso. Ik wil je heel erg bedanken. Johan Kenkhuis, Roel Verweijlen, Bas Verweijlen, Bob van Oosterhout, Anne-Greet Haars. Iedereen dank. Morgen dan zijn we er weer. En hopelijk dat we vandaag een paar... Ja, medailles? Of zal het medaille worden? Medaille. Ik wil weer heel wat vanavond. Ik ook. Gaan we sowieso doen. Atea Manja, tot morgen.